Hi, ik ben Katja Staring en ik heb op het stadsbalkon in de Lokhal te Tilburg het rariteitenkabinet van mijn tuin Verderland ingericht. Welkom, ik leid je graag even rond. In mijn tuin heb ik van alles gevonden voor je, zoals vogeleitjes en slakkenhuisjes. En noten, hazelnoten waar muizen uit hebben geknaagd. En veertjes van de Vlaamse gaai. En kastanjes nog in de bolster. En een mot en een wesp. Want in een tuin kun je van alles vinden waar je mee aan de gang kunt, zoals thee maken of siroop. Rozemarijndrank heb ik gemaakt en ik heb vlierbessensiroop gemaakt. En hondstraf voor de thee en groot kaasjeskruid om paarse thee mee te zetten. En hiermee een eetbare zaden van de weegbree. En hiermee laat ik zien wat je allemaal kan, zoals kralen maken. Maar je kunt ook op archeologieonderzoek. Dit heb ik allemaal opgegraven uit mijn tuin. Of wierook maken van bijvoet. En de tuin is ook vol met zaden. Die ik nu verzamel om weer uit te strooien, zodat de planten gaan groeien. Zoals van de venkel en van de kaardebol die je net zag. En misschien vind je ook nog wel een klavertje 4. Hou je meer van loungen, dan kan dat ook. En hier laat Judith Rozema van het inktatelier uit Den Bosch haar schilderijen zien die zij maakt van plantaardige inkt. En die staat hier. Hier staan de ingrediënten. Lijsterbes, boerenwormkruid en dahlia en allerlei bloemen en schillen waar je dus gewoon verf van kan maken. Allemaal uit mijn tuin. En je kunt bloemen drogen voor in een uitstallingje of gewoon in een boeketje. En die droog ik gewoon in een oud dik boek met een elastiek erom. Of ik plak ze op de muur. En dan heb ik hier nog wat dingen staan waarmee je de bodem en je planten kunt verwennen. Zoals brandnetelgier maken of koffiedik strooien. Of bananenschillen voor bij je rozen. Nou, zo is er van alles te zien en te ontdekken.